Welkom bij Studio VVOG. Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door Timeflex en EFMI. Het Engelkes, je hebt mooie punten en je hebt lelijke punten. Wat voor punt was dit vandaag? Nou, dit was een hele lelijke. Maar goed, wel belangrijk, want uiteindelijk hebben we een doelstelling neergelegd. En we zitten nu voor de winter op 7 punten, dus we zitten nog steeds binnen de doelstelling. En kijk, dit is een wedstrijd geweest waarin je voetballend het niet goed gedaan hebt. Bij Vlagen wordt overklast door een voetballende ploeg. Nou, dan moet je tevreden kunnen zijn met een punt. En je speelt uit, dus daar kan ik wel mee leven. Ja, jullie hadden wel een raketstart. Ik denk een hele mooie voetballende actie op links. Ook vooral van Wesley de Kleine die heel goed doorkomt. En dan uiteindelijk komt die bal voor Braam en die schiet hem binnen. En dan denk je eigenlijk, nou, VVG zit in een zetel. Ja, nou, dat zaten we ook. We krijgen eigenlijk de goal tegen uit een heel slumielig moment. Waarbij Rob hem nog als laatste aanraakt. Fantastisch binnenschiet trouwens. Maar ja, onnodig. Dan staan we toch heel slap te verdedigen. Waarbij die speler tussen twee mensen door mag. Ja, dat mag op dit niveau niet gebeuren. Maar goed, ja, mag wel meer niet. En dat gebeurde vandaag wel. In de eerste helft vond ik ook dat wij... we hadden een fase dat we aan de bal rustig waren. Dat we de controle min of meer hadden. Maar er waren ook fases dat we de controle volledig kwijt waren. En dat we dan kiezen voor te veel voetballen en te weinig diepgang. Met name Jeremy die een aantal momenten de eerste helft met name in de bal speelt. Ligt dat hele centrum open. Ja, dan moet je daar gebruik van maken. En dat deden we niet. Nou, daar hebben we in de rust iets over gezegd. Dan zie je dat we, met de opmerking die we in de rust maken, dat we de tweede helft eigenlijk vanaf de rechterkant veel minder gevaar hebben als in de eerste helft. En dat het gevaar veel meer vanaf deze kant kwam. En dat er ook een aantal volgens mij redelijk doorheen zaten. En dan kun je toch te weinig druk vooruit houden, waardoor je als een soort voor het overlopen. En als je dan meegaat in die manier van spelen, door alleen maar lange ballen te gaan spelen, ja, dan wordt het veld wel heel groot en dan ben je elkaar aan het vermoorden. Ja, en dan is die bal ook snel terug natuurlijk, dan hou je hem niet in de ploeg. En dat zag ik ook wel, maar dan is er gelukkig altijd nog het hele blok achterin waar je toch nog op kunt vertrouwen. Nou ja, dat compliment moet je ze geven. Frans die pakt toch weer een belangrijke bal. Die houd je dan toch gewoon in de wedstrijd, waardoor je in ieder geval een punt meeneemt. Ja, goed, en hij kan hem aan beide kanten, kan hij hem op de stip leggen. Volgens mij is het daar discutabel en bij ons is het ook discutabel. Dus dat is in verhouding. Ja, goed, je ziet de irritatie ook bij Odin met gele kaarten. En ja, er waren wel wat momentjes dat je denkt van, wat doet hij? Maar over het algemeen genomen vind ik dat de arbitrage het prima gedaan heeft. Ja, dat lijkt me ook. Ik denk in ieder geval niet dat dat in het nadeel of voordeel is geweest van VVG. Nu nog twee thuiswedstrijden voor de winterstop tegen Stedoco en Rijnvogels. Denk ik fijn om in ieder geval voor de winterstop thuis te eindigen. Ja, absoluut. Kijk, het verhaal is dat je... beide ploegen die kun je bespelen, denk ik. Rijnvogels hebben we al een keer gehad. Nou, dat was de eerste wedstrijd. Een soort van aftasten voor beide ploegen, denk ik. We zijn nu halverwege bijna. Dus je hebt een beeld van alle ploegen. Maar we hebben alle kans. En we kunnen onze doelstelling nog steeds halen. En dan hebben we het op zich voor de winter prima afgesloten. Als we het bolwerken en we halen gewoon onze punten. Ja, het voordeel is ook van niet verliezen dat je ook tegen een eventueel directe concurrent, die komt natuurlijk ook niet dichterbij. Nee, maar goed, kijk, je moet ook kijken naar wat is maximaal in zo'n wedstrijd. En als je hier had gewonnen, dan had je ook een gestolen overwinning gehad. En nu 1-1, dan kan ik prima mee leven. Het was niet geweldig van onze kant, nee zeker niet. Maar echt iets weggeven, ja oké, ze krijgen natuurlijk kansen. Maar als je zo speelt zoals zij, ja, dan krijg je altijd kansen. Ik was verbaasd in ieder geval over wat ik gezien heb vanuit Odin. Want we hadden wat andere geluiden gehoord. Maar ze hebben de stroom van zich afgespeeld waarschijnlijk vandaag. En wij zijn in ieder geval bij macht geweest om hier een punt mee te nemen. Dus nou, prima. Punt mee in de bus, lange reis. En volgens mij wordt het een hele gezellige busreis. Ja hoor, dat is altijd wel zo bij ons. Oké, dankjewel. Welkom bij Studio VVOG. Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door Timeflex en EFMI.